Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Echt actieve wolken zitten niet of nauwelijks boven Nederland. Maar er zitten wel veel lage wolkenvelden. En dat betekent dat de zon het erg moeilijk heeft. Eerst kan er hier en daar ook wat nevel of mist voorkomen. De zichten worden wel iets beter in de loop van de ochtend. En er valt hier en daar ook wat lichte regen of motregen. Vanochtend is het 5 tot 7 graden. Vanmiddag komt er nog wel iets bij: 7 tot 9 graden de middagtemperatuur. Een zwakke tot matige wind uit het westen. En inderdaad, wolken houden de overhand en het valt af en toe valt er wat lichte regen. Vanavond verandert er heel weinig in. betekent ook dat de temperaturen maar amper omlaag gaan, minima in de nacht rond de graad of 7. Ja, dan morgen dan hoop je op wat meer zon. Dat zou dan misschien. Nee, dat gaat gewoon eigenlijk niet lukken. We hebben te maken met veel bewolking. Meer regen in het zuiden van het land. En hier en daar wat gespetter in het midden en noorden. Maar het blijft wel zacht. Het kan zelfs 10 graden worden in Zeeland. En de dagen die volgen, dan blijft het gewoon heel erg zacht. Met vrijdag in het noorden misschien een klein beetje zon. Maar verder houden wolken de overhand. Er valt wat regen hier en daar. Maar zaterdag zou wel eens de een meest droge dag kunnen zijn. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl